ASV Geel verliest tegen Deinzen met 2-3. Bij ons, bij de trainers, rechts van mij Bart Janssens, links van mij Reggie van Akker. Reggie, mag ik zeggen dat dit een overwinning op een diefje is? Diefje zou ik niet zeggen. Ik denk een overwinning op karakter. Omdat het was nogal een moeilijke aanvang naar de match. Met wat lang in de file te zitten en, op de Antwerpse ring. Ons derde match in de week. En we weten dat Geel een fris voetballende ploeg is. Die wel wat ervaring mist. En we zijn niet goed begonnen aan de match. We krijgen dan ook nog een domme tweede penalty tegen. Waar we 2-0 achter komen. Maar ik denk dat we vooral op karakter en wilskracht dan toch Geel naar zijn eigen doel hebben geduwd. En nog weinig hebben toegegeven. En dan de kansen die we kregen toch omgezet hebben. Dus ik kan niet anders doen. Het is sowieso altijd al een moeilijke verplaatsing voor ons naar Geel. Maar ik moet mijn collega feliciteren met zoveel jonge spelers. De manier waarop ze voetballen. Maar ik denk het, zeg het nogmaals, het is vooral bij ons op karakter, wilskracht, goede mentaliteit dat we deze match gewonnen hebben en dat moet ook gebeuren. Ik bedoel, we zijn de laatste weken iets minder fris aan het spelen. De bekermatch ook nog wel wat in de benen, denk ik, ook mentaal. Maar dat mag geen excuus zijn, maar ik vind dat wij, nogmaals, vooral op wilskracht en goede mentaliteit deze drie punten hebben binnengehaald. Felicitaties aan jouw adres, maar die hoor je bijna elke week, Bart Janssens. Dus vandaag ook weer, maar je koopt er niks mee. Hè? Nee, ik zou ze liever niet meer horen en resultaat zien. Wat kan ik hierop zeggen? Zeker niet naar mijn groep toe. Die jongens, het wordt iedere week mentaal zwaarder. Maar als ik zie wat ze kunnen blijven opbrengen, dus ik kan er niks verwijten. Collega Reizen zegt het terecht, ervaringen op cruciale momenten, dat breekt ons weer zuur op. Daar moeten we een oplossing voor gaan zoeken. De scheidsrechter. Ja, ik ga voorzichtig zijn wat ik zeg, maar ik heb net al wat beelden teruggezien. En van een hoekschop bij de 2-2, ik weet niet waar hij hem haalt, of de grensrechter, het is op aangevende grensrechter. Ja. Ik ga er nu niks over zeggen. Het valt wel op. Vorige week krijgen jullie 3 doelpunten tegen. Eigenlijk na discutabele fases van de scheidsrechter. Vandaag weer eentje. Ja, dat blijft zich herhalen. Hè. Dat zal het lot zijn als je daar beneden staat. Hè. Er was vandaag wel meer duelkracht in de ploeg, vond ik. Ja, ik denk dat we goed stonden. We weten dat we nu bij mentaliteit, bij duelkracht, bij inzet, bij passie, moeten we het nu gaan doen. Maar we hebben niet alleen dat gedaan. Ik vind ook dat we goed gevoetbald hebben. Misschien niet na een uur, toen een typisch verschijnsel, vermoeidheid en meer met de bal gaan lopen in plaats van de bal te spelen. Goed, dan komen we terug bij het woordje ervaring. Hè. Als we daar iemand hebben die even die ploeg, we hebben genoeg gecoacht langs de lijn van, ja, wees volwassen, speel het slim, durf een bal wegtrappen en goed, daar blijven we in herhaling vallen. Net zoals vorige week werd er weer een strafschop gemist. Ja, nu door iemand anders. Hè. Dus kan ik niet veel op zeggen of doen. We hebben goede afspraken erover gemaakt. Degenen die aangeduid waren hebben een verantwoordelijkheid genomen. En goed, daar ga ik niemand een steen voor werpen. Volgende week de laatste wedstrijd voor de winterstop uit naar Oudenaarde. Ook weer niet gemakkelijk. Hoe moeilijk gaat het zijn om deze jongens terug erbovenop te krijgen? Dat gaat weer een paar dagen duren. We gaan weer heel veel tijd moeten insteken. Maar goed, wat we nog kunnen pakken, gaan we proberen te doen. Ook op Oudenaarde. Dus opgeven is iets niet wat... dat staat niet in mijn woordenboek. En ik denk dat mijn spelers daar ook bij mee zijn. That's the spirit. Bedankt Bart Janssens. Bedankt Reggie van Akker.